Gewoon keihard bier drinken, feesten en een leuke halve te vermaken. Alles kan, alles mag. Gewoon een groot speeltuin voor oude lui. Gewoon een hele bult gezelligheid en mooie mensen, een hele bult bier. Ik word voornamelijk dronken. Je loopt de hele dag rondjes, je staat niet iedereen te houden hoeren. Je doet bier drinken en s'avonds weet je niks meer. Na 2 jaar corona mag het eindelijk weer. Feesten en eigenlijk vooral bier drinken op de Zwarte Cross. Een bijzondere editie, want Tante Riki zwaait ook nog eens af. Wij mogen de camping niet op, dat is voor ons verboden terrein. Deze gasten zijn er allemaal klaar voor, alle caravans staan gereed. En nu vragen wij ons af, wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal op die camping? Waar komen jullie vandaan? Uit Flevoland. Oh, wij zoeken eigenlijk nog een beetje Overijssel. Hebben jullie die nog gespot? Hoezo? Zijn wij niet goed genoeg? Wij komen uit Zwitserland. Flevoland, dat is toch goed? Ja, vind ik ook wel goed. Wil je wat drinken? Wat heb je? Ja, bier, Grols. Oh, dat is dan wel weer een beetje Twents, dan reken ik het ja. Goed. Wat is nou het gekste wat je hier op de camping hebt meegemaakt? Want wij mogen daar niet filmen, het is verboden terrein voor ons. Maar wat gebeurt daar? Ja, dat blijft op de camping. Dat is het geheim van de camping eigenlijk, hè? Daar kunnen wij niet zoveel over loslaten, wat dan gebeurt allemaal. Ja, gewoon een hele bult gezelligheid en mooie mensen, een hele bult bier. Ja, veel meer heb je niet nodig. Wat gebeurde er net? Ik stond even een beetje gehaakt te graven met mijn voorbeeld, toen kwam ik steen tegen. Hoe komt dat? Ja, je moet hem wel van de handen in mijn verhaal als je wegrijdt, hè. Mijn mooiste herinnering is gewoon keihard bier drinken, feesten en een leuke halve te vermaken, hè. Gekke dingen gebeuren er allemaal, ja. Ik weet niet, ik word voornamelijk dronken. Je loopt de hele dag rondjes, je staat niet iedereen te houden hoeren. Je doet bier drinken en s'avonds weet je niks meer. En waar kijken jullie hier naar uit op de Zwarte Cross? Bier en gezellige mensen. Na 2 jaar afwezigheid is het eindelijk weer. Hoe voelt dat? Ja, wel goed. Want ik heb nog de bankjes van dat het niet doorging, die heb ik nog wel om. Rijden, ja. Nou, de sfeer zit er al goed in. Ik moet weer rijden. Wat is je mooiste herinnering? De mooiste herinnering? Dat is toch wel samenhorigheid met mijn vrienden. Dat is wel echt, dat is wel een van de mooiste. Het is gewoon gezellig, alleen met de jongens op stap. Dus het is wel vrij dat ik, fijn dat ik af en toe in weg mag van mijn frozen. De sfeer, alles. Alles kan, alles mag. Gewoon een groot speeltuin voor oude lui. Ja, dat is het. Oh, dan ben je nu al oude lui? Ja, dat vinden wij wel, ja. Ja, ja. Nou, ik wens jullie veel plezier. Super, dankjewel. Goedendag, beste luisteraars. Wat zijn nou de gekste dingen die op zo'n camping gebeuren? Ja, dat mag niet gefilmd worden, hè? Nee. Wat hebben ze onder Zwarte Cross? Dat is deze onder Zwarte Cross, ja. Wat voor gekke dingen gebeuren daar? Kun je me een beetje een beeld schetsen? Ja, dat is lastig om te omschrijven. Er gebeuren gewoon de dingen die je hoort. Ja, daar kan ik er ook niet van maken. Ja, dat is een beetje dom bier drinken, voornamelijk. Dat hoor ik nou van iedereen. Ja, dan zal het ook wel kloppen. En jullie dachten we beginnen alvast? Ja, al een uur of 5 geleden. Dus, nou, dat is een goed begin. Zeker. Wens ik je heel veel plezier. Dank je, jullie ook. En proost. Ja, dank je.